Nou, Dirk Code, gefeliciteerd. Gewonnen van PEC Zwolle. Dat is al de derde keer dit seizoen. Het gaat hard, hè, tegen PEC. Ja, volgens mij 3 keer gewonnen. En ja, dat is mooi. Daar doen we het voor. En ja, dat is alleen maar goed. 9 punten, dat is het belangrijkste. Als je kijkt naar de stand in de competitie, dan moet het eigenlijk ook, hè? Ja, we moeten ze zeker winnen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet het op veld laten zien. En ja, we hebben 3 keer gewonnen, dus ik denk dat we dat gedaan hebben. Hoe is het nou eigenlijk spelen tegen ploegen die niet zo heel erg hoog staan? Is dat moeilijker dan topwedstrijden? Of? Het is in ieder geval zeker niet makkelijker. We weten dat we sommige ploegen gewoon moeten winnen. En ja, dat is soms extra lastig. Ploegen gaan verdedigend spelen. En ja, ik zie er dan maar eens doorheen te komen. Maar ik denk dat we tot nu toe de laatste tijd goed bezig zijn daarmee. Dus komt het wel goed. Soms is het ook profiteren van kleine foutjes van de tegenstander. Hè? Dat hebben we nu ook wel gezien, denk ik. Ja, zeker. Het eerste doelpunt was volgens mij inleveren van PEC en dat Siska scherp is en die bal oppikt. En ja, daar moeten we ook gewoon op loeren, want die kantjes ja, die krijg je tegen een topploeg niet zo snel. En dan moet je er ook staan en moet je ze ook afmaken. Als je zo snel scoort in de 7e minuut, dan roept iedereen natuurlijk 10-10-10. Nou, dat gebeurde echt niet, hè? Nee, ik denk dat PEC zich daarna redelijk herpakt had. En ja, dat we soms echt ja, wel een paar keer onder druk kwamen, maar dat we nou echt in hele grote moeilijkheden zijn gekomen, denk ik niet. Aan de tweede helft, ja, scoren in de 1-1 was even, ja, was toch wel even schrikken. Ik denk niet verwacht. Gelukkig snel de 2-1, waardoor je aan de 3-1, waardoor je wat lucht hebt. En ja, denk ik wel verdiende overwinning. Wat betekent de term gouden wissel eigenlijk? Ik weet niet. We moeten het toch met het hele team doen. Dus en als ik het team kan helpen op deze manier, dan doe ik het heel graag. Ja, je hebt het wel meteen door, hè? 2 minuten of zo? Ik zou het echt niet weten. Ik weet het echt niet. Het was ook niet een frommeldoelpunt. Gewoon boem. Frustratie omdat je op de bank zat, of niet? Nou ja, je krijgt die 1-1 tegen en je wil die wedstrijd gewoon winnen. Dus je bent gedreven om te winnen. En ja, ik dacht... Ja, ik kom er net in, ik ben fris en dan moet ik misschien toch een verdediger die er al 60 of 70 minuten op heeft zitten. Moet ik gewoon zorgen dat ik daar gelijk de actie op zoek en ja, dat had ik gedaan. Je hebt al heel wat ervaring met PSV natuurlijk, zit er al een hele tijd, veel minuten gemaakt, maar de laatste tijd zit je op de bank. Hoe kan dat? Ja, vorige wedstrijd heb ik op de bank gezeten en dit was mijn tweede wedstrijd, dus het is nog niet dat het hele seizoen zo is. Maar ja, ik moet gewoon hard blijven trainen en... De kansen die ik krijg moet ik pakken en ja, dat hoort er altijd bij. Ik bedoel, je hebt altijd betere periodes en mindere periodes, dus je wordt je alleen maar sterker van. Maar heb jij het idee dat je nu in een mindere periode ziet? Zie je dat zelf ook zo? Ja, het kan altijd beter. Ik bedoel, je moet scoren en je moet assisten geven en ik denk dat er wel verbetering bij mij in zat. En ja, daar zijn we hard aan het werken en ja, met een beetje vertrouwen en weer... En als je het naar vandaag, dan hoop ik weer de goede kant op te gaan. Plek 4, weer afstand genomen van Telstar. Gaat de goede kant op? Ja, volgens mij wel. We moeten gewoon zorgen dat we die play-offs halen. En we zijn volgens mij heel aardig op weg. Dus als we die halen, dan is het goed. En dan gaan we daarna knallen tegen die topploegen. Is even carnaval vieren? Jij bent er wel van, toch? Nee, juist niet. Dus ik ga naar braaf naar huis toe. Jij gaat het even ontvluchten? Ja, ik ben juist niet zo van de carnaval, dus ik vind het wel prima lekker een weekendje thuis. Alleen een klein feestje in de bus dan, hè? Kleintje.